schoonzoon die denkt, ga wandelen. In de regen, hè? Ze is helemaal nog te trillen. Echt heel zielig. Oh, Pip. Echt heel zielig. Ze is... Twee ezels werd ze. Ja, een knuffeltje. Tot zo. Huh? Kom je even kijken? Ik hou er stil van. Nog kijken. Wij zijn de familievloggers. En jawel, het is vrijdagochtend. We hebben lekker geslapen. Het is het laatste ochtendje dat Lucilla en Luan naar school hoeven. Lucie blijft lekker thuis. Papa heeft wat afspraakjes. En dan gaan we weer even heel leuk zoeken. Maar we gaan eerst even moezel borstelen. Ik zet hem hier maar eens even op de borstelplekje neer. Gooi hem zo in zijn halmbosbandje. Ga maar zachtjes borstelen. Moezel, ga even mooie krulletjes borstelen. Ja, je houdt het halsbandje vast. Hier, zo, hou maar vast, Lux. Kun je je ringetje vasthouden? Oh, Lux, die wil borstelen zelfs. Goed zo. Ja, en de krulletjes maar borstelen. Dat vindt hij zo lekker. Heb je ook al Pip gedaan? Nee, hoezo meteen. Hoezo kwam eerst? Ja, Pip die ligt uit slapen, Lux. Pip is ons uit slapen. Ja, zeg maar, Pipje, wakker worden, meis. Papa mee. Pipje. Uitslaper. Hé, hey, daar is Pipje. Geef maar een kusje, Lux. Oh, geef maar een kusje. Hé, hey, Pip. Pip is onze schone slaapster, Pip. Nu gaan we Lucilla disco laten rondjes nog even uit. Handig hoor, die lichtgevende schoenen. Lekker hier gekeuveld met mijn planning weer voor het nieuwe jaar. Luxie die heeft hier lekker getekend. Maar op een gegeven moment kwam ze naar mij toe. En had ze de poppenwagen. En ja, kom maar liefie, lopen we zo. Daar lopen we zo, kom maar mee. Wat? Flesje? Kijk, hier is flesje. Geeft hij maar een pop. Kom maar, gaan we. En dan komt ze naar me toe. En dan zegt ze die. En dan wijst ze naar mijn voet. Zo, die. En dan naar de deur. Dat ze dus naar buiten wil. Dat ze wil wandelen met de pop. Ze heeft de poppenwagen gepakt. Woezel, Pip, gaan jullie mee? Woezel, Pip. Pip denk ik, ga helemaal niet mee. Ik lig hier lekker op de bank. Hey, kom. Ja, maar Woezel wel, hè. Ja, Woezel die denkt, kom, ga je nou? Kom maar, we gaan even een rondje wandelen. Want Luxie wou een rondje wandelen. En dat vind ik prima. Ik kan meteen eventjes de hondjes uitlaten. En dan kunnen we even langs het speeltuintje misschien. Oh, dolle hondjes. Helemaal dolle hondjes. Een zooitje op de achtergrond. Dat maakt niet uit. Daar heb ik straks wel weer op. Ja, kijk. Hier heeft ze de poppenwagen gepakt. Goed zo. Nou, daar gaan we. Ja, poppenwagen mee. Woezel, Pip. Kom maar. Kom maar. Joef. Kijk, nou, daar gaat ze hoor. Even een rondje wandelen. Ja, ligt hij er nog goed in? Wou je dit graag, liefie? Wou je ze graag wandelen? Ja, daarheen. Vond je dat zo leuk? Hm? Ja, wat doet Pip dan? Is Pip in het snuffelen? In het gras? Doe Pip maar roepen. Doe Pipje roepen? Oh, die gaat helemaal heen. Ja, zo kun je ook Pip roepen. Pippeke. In het natte gras. Ik ben benieuwd of ze Pip te pakken krijgt. Oh, sorry. Ik kan de camera bijna niet stilhouden, omdat ik moet lachen. Goed zo, liefie. Pak Pip maar. Kan je Pip niet pakken?
Oh, daar komt Woesel ook aan. Ja, pak Woesel maar. Gaat ze Woesel ook pakken? Ja, pak Woesel maar. Nee. Wat doen ze nou? Kom maar weer naar mama. Ja, kom maar weer naar mama. Oh, zo schattig. Kleine Pubbek in het veld. Super schattig. Ik zeg, roep Pip maar even. Ze wil zijn meteen de honden gaan pakken. Maar dat lukt er natuurlijk nooit, want die lopen iedere keer weg. Zo schattig. Luisteren ze niet naar jou? Wat was er nou aan de hand aan? Ja. Waf, helemaal daar. Moet mama ze pakken. Ja, jij hebt de poppenwagen. Ja. Zullen we verder wandelen? Zullen we naar de speeltuin wandelen? Vind je het leuk? Ja? Ja, dat is leuk. Hè? Kom, dan lopen we verder. Loop maar verder naar boven. Dag. Ja, ik kom. Als je kind een beetje rond die leeftijd van... Ja, daar zijn ze. Jee, doet ze. Als een kind een beetje rond de leeftijd van ongeveer 2, 3... dan kunnen kinderen zulke grappige dingen doen... dat je in jezelf gewoon helemaal moet lachen van de grappige situatie, hoe schattig ze het eigenlijk zijn. Terwijl voor haar is alles heel serieus. Het is een heel serieuze zaak, hè, dat ze even Woesel en Pip ging pakken. Maar dat het dan niet lukte en dat mama het dan even moet doen. Ik lig dan helemaal in de scheur. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om dat te zien. Maar goed, we gaan nu eventjes naar de speeltuin. Kom maar, gaan we naar de speeltuin. Gaan we even bij de glijbaan kijken. Als de glijbaan niet nat is, want het miezet een beetje. Ja, en anders lopen we gewoon even een rondje. Wil je verder wandelen? Of wil je naar huis? Ja. Wil je naar huis? Nee. Nee, nee. Ze wil niet naar huis. Oké, okay, we lopen verder. Kijk, we zijn er. Ja, bij de natte speeltuin. Zet hem hier neer. Oké, okay, wat gaan we doen op de wipwap? Ja, op de natte wipwap. Heeft de wip even een beetje droog gemaakt. Zo. Ja, zit je goed? Ga maar aan de andere kant zitten. Kijk, doen we gewoon even een beetje zo. Ach ja. Wip, wap, vind je het leuk? Op de wip, wap? In de regen, hè? Ja. Ja. Gaan we er weer af? Je hebt helemaal koude handjes gekregen, liefie. Ja. Ja, zullen we lekker naar huis gaan? Kom maar, 1, 2. Hoppatee. Gaan we weer lekker naar huis wandelen, hè? Nee. Boezo, Pipje, gaan jullie mee? Dag, speeltuin. Goed zo, hekje dicht. Dag. Oh, jongens, ik ben het zo erg geschrokken. Ik sta helemaal nog te trillen. Oh, nou, wat is er gebeurd? Jullie zagen toch dat ik in de speeltuin was? Daar had ik Woesel en Pip. In het hekje van de speeltuin. Dan kunnen ze namelijk niet weglopen. Maar Pip is onder het hek doorheen gekropen. Naar de ezels toe. Dus Pip... Oh, Pippie. Oh, schatje. Pip was dus in de wei van de ezels. Twee ezels. En die vlogen haar aan als een gek. En ze pakte Pip. En ze hebben Pip heel hard getrapt. Ze piepte ontzettend. Oh, ik kon niks doen. Ik kon dus niet over dat hek heen. Was twee hekken verder. Ze piepte ontzettend hard. En gelukkig uiteindelijk schoot ze onder het hek door. Maar als ik nou haar dus neerzet. Ik heb Woesel ook meteen weer even naar lijn gedaan. Oh, maar als ik dus neerzet. Dan gaat het Pip. Oh, nu blijft ze gelukkig staan. Ze blijft staan. Nee, net viel ze dus iedere keer neer. Gaat het, Pip? Kan je lopen? Pip, kan je lopen? Pip, kom eens lopen. Kom eens hier. Oh. Pip, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Pipje. Ja, ze is natuurlijk ontzettend geschrokken. Pip, ik ook. Pip ook. Oh, Pip. Kom maar. Ga je lopen? Ga maar lopen. Ah, kijk. Oké, dat betekent dat ze niks is, dat ze niet iets heeft gebroken. Oh, ik schrok me echt. Jongens, ik heb echt... Mijn hart klopt in mijn keel. Pip, kom eens lopen. Wil jij Woesel even vasthouden? Ja. Ja, jij Woesel even vasthouden? Pipje, kom eens hier. Pip, kom eens hier, meisje. Pippie, kom maar. Kom maar, Pip, hier. Oké, ze loopt. Ja. Oké, ze loopt, maar ze loopt niet heel erg lekker. Kan je lopen, Pip? Ze loopt, ze lijkt wel gewoon al haar poten te gebruiken. Dus ze heeft niks. Oh, Pippi. Het is echt ontzettend. Ja, Woesel zag het ook gebeuren, jongen. Jij schrok ook, hè? Ja.
Ja, we schrokken allemaal. Ik draag je wel even, liefie. Ja, kan jij Woesel even vasthouden? Ja, dat is dus een ding. Maar ook nog die... Oh, ik draag je, schatje. Ik draag je. Oh, dit is zo zielig. Dan heb ik ook nog die poppenwagen bij. Gelukkig is het een bergje. Zo. Oh, Pippi. Dan kunnen we hopelijk de poppenwagen zo. Hoppatee. Dus Luxie wil natuurlijk niet meer met die poppenwagen lopen. Die wilde net getild worden. Dus ik liep net met en Luxie in mijn arm. En Woes en Pip in mijn arm. En die poppenwagen in mijn arm. Zag er heel leuk uit. Kwam ik ook nog twee bouwvakkers tegen. Die zeiden zo. Woesel, kom. Kom maar. Trek maar Woesel. Kijk, daar komt hij mee. Zie? Heel goed van jou. Nou, ach, kijk dan. Oh, dit is echt... Echt heel zielig. Oh, Pip. Pippi. Ja, ze is gewoon ook heel erg geschrokken. En Pip is sowieso al een hond wat vaak schrikt van grote honden. Als grote honden komen, dan neemt ze vaak de benen. En dit waren twee hele grote ezels die keihard achter haar aanliepen. En toen hadden ze haar en toen gingen ze ook nog schoppen tegen Pip. En toen piepten ze dus super hard. Dus ik ga zo meteen even thuis kijken. Ik hoef tegen die kinderwagen te schoppen. Even zo meteen thuis kijken hoe het ervoor staat. Volgens mij heeft ze geen bloed of zo. En ze kan dus nog lopen, dus hopelijk is er niks gebroken. Maar ze is in ieder geval, flink geschrokken. Maar goed, ik zie jullie zo meteen thuis. Ik ga even naar huis lopen. Ik loop heel praktisch nu. Luxie die loopt helemaal voorop. Goed zo, Luxie. Bijna thuis. Ja, bijna thuis. Woesel neemt jou mee naar huis. Zo, nou, wij zijn weer thuis. En ik heb haar even in de bench gelegd. Kijk, hier ligt ze nu. Ze is echt heel erg aangedaan. Ik weet niet of jullie dit een beetje overkomt op de vlog, maar het is echt heel zielig. Ze is echt ontzettend geschrokken. Ach, schatje. Nee. Heel erg zielig, oké. Hey, maar even kijken, Pip. Ik moet even kijken waar je ergens pijn hebt. Even kijken of alles nog goed beweegt. Dit beweegt nog goed. Pootje beweegt ook nog goed. Ze piept niet. Ze piept niet. Hier piept ze ook niet. Koppie is alles goed. Buik ook nergens. Nergens auw. Nou Pip, volgens mij heb je ontzettend geluk gehad, Pip. Hé, je hebt echt heel veel geluk gehad, meisje. Je bent weer beschermd geweest, Pippi. Nou, ik laat haar even hier lekker in rusten. Pipje toch. Ik weet niet of ik het net een beetje goed had verteld, maar we waren dus in dat speeltuintje. En dat is een speeltuintje met een hekje eromheen. Met een hekje wat jullie zagen. En Luxie deed het weer dicht. En daar zaten ze leuk te spelen. En aan de andere kant ervan, twee weitjes verder, staan dus ezeltjes in een wei. Maar ze zijn waarschijnlijk onder het hekje doorheen gesnoept. En onder het hekje heen gegaan. En naar de wei van die ezels gegaan. En ik zag het gewoon gebeuren. Ik was dus aan het roepen en ik wilde gaan. En ik denk, hé, waar zijn de honden nou? Ze zijn helemaal niet meer in het speeltuintje. Toen zag ik ze dus in die wei van die ezels lopen. Dus ik riep ze. Ik zeg, Woesel, Pip, kom hier. Woesel die was net buiten. En Pip zat dus in die wei van die ezels. Die ezels die hebben Pip in de gaten. En die vliegen met z'n tweeën op Pip af. En Pip vliegt als een gek door dat weitje heen. Maar ja, het zijn natuurlijk twee ezels. Dus waar de ene kant waar ze wegliep van de ezel, liep de andere ezel haar tegemoet. Dus ze werd een soort van... Door twee ezels werd ze gepakt. Het was echt heel zielig. En ik kon niks doen, want het was best wel ver weg. Anders was ik over twee hekken gesprongen, maar... Ik zag het gebeuren en ik kon niks doen. Dus op een gegeven moment komt ze onder de ezelpoten. En die ezels die gingen schoppen tegen Pip aan. En toen hoorde ik heel hard gepiep. En toen schoot ze dus uiteindelijk kon ze heel hard wegrennen. Ze was gelukkig sneller dan de ezels. En toen ging ze onder het hek door van het weidje. En toen kwam ze naar mij toe en ze ging meteen liggen. Ze kwam bij mij en ze ging meteen op de grond liggen. Dus, ik ben blij dat ze er zo is afgekomen. Het had erger kunnen aflopen. Ze heeft niks. Naar mijn inzien heeft ze niks. Ja, ze piept niet als ik haar aanraak. Ik zie geen bloed. Ze liep met al haar pootjes liep ze wel. Ze liep niet heel erg snel, maar het beweegt wel. Dus er is niks gebroken. Maar ik kreeg wel eventjes een schok. Dus ze moeten goed uitkijken bij dat speeltuintje. Kunnen we ze dus ook niet loslaten, want ze gaan dus onder het hek door. Ja, doe maar aaien, hè. Hey, doe maar aaien, Pip. Maar Pip aaien. Pip heeft een beetje auw. Zag je het ook? Hé, de ezeltjes gingen achter Pip aan. Zag je dat? De ezeltjes, die liepen achter Pip aan. Ja, ik weet niet of jij dat had gezien, maar mama wel. Geef Pip maar een kusje. Ja, geef maar een kusje.
Ja, de knuffeltje. Mama. Ja, de knuffeltje. Mama. Knap ze van op. Komt goed, hè? Ze even schrikken, maar het komt goed. Papa! Is papa weer thuis? Ja. Ja, daar is papa weer. Ja, papa kusje. Oh, papa kusje. Heb je een pakje aan, hè? Ja. Een pakje, heb je die nieuw? Ja, er zit trouwens inderdaad een nieuw pakje aan. Ja, gezellig, en de deurbel gaat gelijk. De deurbel gaat. We hebben visite van oude Jelmas. Nou, wij zijn weer lekker uit school. En ja, we hebben weer lekker een weekendje. En 2 dagen. En we gaan leuke dingen doen. En zwemles, hè? En dat ook, ja. We gaan ook naar zwemles. Meester Martijn weer geweest. Ja, ja. Dus het wordt heel erg leuk. Tot zo. Nou, Luan en Lucilla die zijn weer thuis. En ik heb net verteld dat Pipje een beetje uit haar doen is. Dus Luan is Pip even lekker aan het knuffelen, hè, Lu? Ja. Hm? En Woezel heeft het ook een keertje gehad met de poes. Weet je dat nog? Huh? We hebben trouwens Yilmaz op bezoek. Die helpt even Daniel mee. Hoi. Met de app nog steeds te updaten. Dus die is nog in de update, jongens. Die komt eraan. En Lucilla is ook weer thuis van school. En je hebt Pip ook even lekker geknuffeld, de liefie. Ja. Wel heel sneu voor onze Pippi. Die grote hoefijzers van die ezels. Ja, gelukkig heeft ze niks, Lu. Nee, niks. Nee, ja, ze is alleen maar heel erg geschrokken. En we smeren even lekker een broodje. En wie komt hier kijken? Luxie, kom hier even kijken. Heeft ze zelf een stoeltje gepakt? Kijk, en dan staat ze op het stoeltje. Op het stoeltje staat ze hierbij. Liefie. Wil je ook een boterhammetje? Ja. Ja? Zo, kijk eens. En daar zit een mobiele eenheid. Even te chillen. Kijk eens, een bordje voor jou. Twee. Ja, en eronder. En een bordje voor jou. Alsjeblieft. Kijk, en over mobiele eenheid gesproken. Ja. Zo vaders, zo kinders. Ja. Kijk, en ik had nog dit lekkere spaghetti soepje over van gisteren. Dus die kunnen we lekker als lunch nog erbij eten. 1, 2. Zonder te knoeien. Net niet zonder te knoeien. De mannen zitten in een soepje. Heerlijk. Even achter de... Heerlijk, dat doet de telefoon weer dicht. Oeh, wat fijn. We zijn nog even met Pipje aan het knuffelen, hè. Pipje is er helemaal stil van. Maar gelukkig is het me meegevallen. Ze heeft voor de rest niks. Maar waarschijnlijk heeft ze wel een klein traumaatje opgelopen, denk ik. Van de ezel. Ja, dat ze... Ja, nou, Woezel heeft trouwens van die poesenbeet nooit meer geen last gehad. Woezel is een keertje door een poes gebeten in zijn puppytijd. Gekrapt op zijn tong. Die vlog kon je nog wel online zien. We dachten toen van, oh, dan zal Woezel wel heel bang zijn voor poesen. Maar Woezel was helemaal niet bang voor poesen. Ook al is die aangevallen door een poes vroeger. Maar met Pip weet ik het nu niet zo. Want ze is echt heel erg geschrokken. Dus het kan best zijn dat ze nu een beetje, als ze bijvoorbeeld ezeltjes ziet, dat ze extra bang wordt. Snappen jullie dat? Ze is nu in ieder geval weer lekker rustig. Ze trilt ook niet meer. Hè, Pip? En hopelijk heeft ze er wel van geleerd dat ze niet meer bij de ezeltjes in de wei moet gaan lopen. Want dat was het territorium van de ezeltjes. Ja? Nog kijk dan. Ah. Ja. Maar we gaan in ieder geval naar zwemles. Lucilla die heeft zwemles voor diploma A is er nog op. Dus dan gaan we eerst lekker zwemmen. En daarna gaan we met z'n allen weer in het recreatiebad lekker vrij zwemmen. Goed? Op naar het zwemmen! Oh, wat een lekker powernap. Wij gaan lekker spatteren. Hey. Hey, twee. Hey jongen, ben je lekker aan het zwemmen? Wil je geeft zichzelf zwemmen.
de hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf je.